Waarom de bloemist meer lelies zou kunnen verwerken, zie ik in de breedte van het product. Heel veel kleuren, heel verschillende bloemmaten, ook hier heel veel verandering met nieuwe soorten. En de goede houdbaarheid, ook zonder te goede verzorging, dus zonder dat de lelie opnieuw afgesneden wordt, komen ze toch mooi open. Zijn denk ik goede redenen om meer lelies te verwerken en meer lelies te gebruiken. Ik ga vandaag iets maken met lelies voor het thema zuiverheid. En ik heb besloten iets vrij simpels te maken met een glazen vaas, een paar berkentakken en dan hele mooie lelies. Het is heel simpel, een glazen cilinder waar ik watervast tape omheen doe. En dan droge takjes, in mijn geval zijn het berkentakken, gewoon met het watervaste tape om de vaas plak. Het is vaak handig om aan de onderkant de takken ook nog met een tweede rolletje vast te zetten, zodat het geheel later vrij strak om de waas blijft zitten. Ik heb voor de droge berk gekozen omdat het toch een vrij speelse tak is die een meer een transparante en vrij eenvoudige buitenkant biedt, waar dan straks mijn lelies heel puur in komen te staan. Ik denk belangrijk is zoiets voor de bloemist dat ik dit in een soort serie maak. Als ik hier een van deze objecten maak en die in mijn winkel zet, is het denk ik een klein beetje verloren. En ook qua werktijd is het handiger om meerdere tegelijk te maken. Staan dan takken iets langer over aan de onderkant, kan ik die nog even bijknippen. En nu wil ik natuurlijk mijn tape verstoppen. En daar heb ik hiervoor een beetje wolachtig brede touw gekozen, omdat het ook weer een beetje die pure en zuivere uitstraling heeft die ik zeg maar met mijn product wil laten zien. En zo kan ik heel simpel dat plakband onder het touw verstoppen. Ik heb dan eerder nog een paar verder voorbereid, dus weer hetzelfde idee. En ga dan hier in twee kleuren het afwerken, zodat we een groene en een witte basis hebben. Omdat ik denk dat bij zuiver zijn het eigenlijk de twee kleuren die ik het belangrijkst zou vinden. Wit en groen. Voor natuurlijke, zuivere tintjes die een mooie natuurlijke uitstraling hebben. Nou, we hebben dan nog een paar meer, zodat het echt, als ik zei, een soort groepje kan worden in de winkel. En dat wil ik met verschillende soorten lelies vullen. Ik heb hier een hele mooie kleine oriental. Helvetia heet dit soortje. Met mooie, puur zuivere bloemen. Ik zelf vind het altijd wel belangrijk een klein beetje de bladeren te reduceren. Dat er te veel bladeren aan de lelie blijven zitten. Ik vind het eigenlijk een beetje rommelig oogt. En ook van de bloem heel erg afleidt. En doordat ik bladeren bij de stelen, vooral ook bij de bloemknoppen weghaal, het geheel een iets strakkere en duidelijkere lijn wordt. Deze kan ik nu tussen mijn takjes zetten, waardoor de leliesteel ook nog een beetje ondersteund wordt. Ik ga er een klein beetje van dit gras bijvoegen, wat nog een keer die kleur van het lint en ook de structuur van het lint oppakt en in mijn bloemstuk zeg maar integreert. Ik heb dan nog een longiflorum lelie meegenomen, omdat het leuk ook is hier dat verschillende soorten lelies het heel mooi in deze waasjes maken. En ook hier bij de longiflorum weer ga ik die blaadjes iets reduceren, zodat die mooie trompetvormige knop en bloem genoeg aandacht krijgt. En ook hier gaan we een klein beetje van het gras bij verwerken. In dit geval heb ik puur groen gras. En dan hebben we nog een beetje groenige lelie, een LE. Dus we hebben ook hier dan die verschillende lelietypen. En dit soort lichtgroen, gelige groen vond ik dan ook eigenlijk een hele mooie, zuivere kleur. Die mooi in deze combi mee kan spelen. Nou, dan kunnen we nog een keer mijn
eerste oriëntel herhalen. Nou, we hebben hier nog Helvetia bij ons groep nog erbij. Het belangrijkste natuurlijk voor ons bloemen zijn de verzorging met water. Dan is denk ik zo die presentatie compleet. Die een mooie eyecatcher voor de etalage, voor een tafel in de winkel is. Die dus hopelijk de lelie onder extra aandacht brengt.